pap, nou weten we het wel. Mensen komen al sinds het begin der tijden samen met één doel. Een herinnering dat elk jaar weer wordt gemaakt. Een herinnering die een heel jaar bij je blijft. Een herinnering van aanmoediging, vasthoudendheid. Aanbidding, competitie en passie. Ik zal je een verhaal vertellen over een traditie dat 18 jaar geleden is begonnen. Zoals ons allen bijstaat, brachten die jaren ons vele bijzondere momenten. Square begon als een kleinschalig evenement. Dat groeide tot een van de grootste tienerweekends in de geschiedenis van Friesland. Velen hadden het gevoel van blijheid. Velen zagen elk jaar weer dit indrukwekkende gebouw. En men vertelde ons dat dit evenement hun leven voorgoed zou kunnen veranderen. Ja, ik ben wel veranderd. Hey, en ja, zij veranderden. Het is een evenement dat wordt doorgegeven voor een nieuwe generatie. Iedereen gewoon heel enthousiast met geloof is. Dat het elk jaar anders is, een ander thema. En dat het elk jaar gewoon super leuk wordt. Ik wil dat als ik niet meer mag komen, dat ik gewoon als leiding meega. Waar ik dankbaar voor ben, is dat ik wel hier kan zijn op Square. Like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming. Ik vind het leuk. Lekker veel eten en ja, gezelligheid. Hè? De sfeer in mijn groep is erg leuk. Leuke vrienden. Ik mag dankbaar zijn voor de mooie tijden die we altijd bij Square hebben. Wij zijn geweest naar de preek van Fedor Christian. Ik kan ze geven aan wie ik wil, als je mij aanbidt. Als je mij aanbidt, dan zullen ze gaan. Theo, ja, wij waren Theo. Dit was bij Theo. And the science gets done, and you make a neat gun. Het leukste wat ik ooit heb meegemaakt op Square is het gebed, denk ik. Dat voor mij werd gehouden. Being so sincere right now.
Nou, die messen zien er wel een beetje gevaarlijk uit, hoor. Ja, die messen? Ja, dat zou ik dus echt nooit gebruiken. Dansen vind ik ook wel heel leuk. Ja, ik ook. Dansen. Ja, ik ook. Ja, dansen lijkt me ook wel leuk. We hebben er nu al genoeg gezegd, zet er nu maar een muziekje onder. Daar ben ik weer. Ik heb een heel jaar lang nagedacht over de meest moeilijke vragen voor tieners. Welkom bij de Squid Quiz! Take it away, game! We beginnen gewoon even met een hele leuke vraag. Wat is jouw lievelingsdier? Een hond. Ja, ook een hond. 1 plus 1, hoeveel is dat? 2. Is goed. Hoe wordt een persoon op Square genoemd? Square Gabber. Hoeveel diersoorten nam Mozes mee op zijn ark? Van ieder 2. Of 1. Nee, dus alle diersoorten nam hij mee. Trouwens, Mozes was niet op de ark, hè, was Noach. Hoeveel van elke diersoort nam Mozes mee op de ark? 2. Ja, dat is fout. Ik ben gesquarequist. Take it away, game! Uit hoeveel dagen bestaat Square eigenlijk? Nou, zaterdag is een volle dag. Vrijdag en half, dus in principe uit 2 dagen, vind ik. Maar het weekend is in totaal 3 dagen dat met. Sorry. Zo heb ik het zeg, maar hij komt beter. Ja. Welk dier bestaat voor 75% uit wol? Take it away, game!